De organisatie die zich moet buigen over gronduitgiften is onderbemand. En de samenleving klaagt over het verloop van de afhandeling bij de uitgifte van grondbeschikkingen. Dit bracht ABO-parlementariër Edgar Sampi gisteren naar voren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Sampi maakte de opmerking verwijzend naar het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. De situatie rondom grondaanvragen. Dat de samenleving klaagt dat hun grondaanvragen te lang duren. Sommige mensen moeten jaren wachten. Terwijl dit de organisatie die zich buigt over de grondaanvragen, dat niet best bemand is. Zeker ook als we kijken naar het materiaal waarmee ze het werk moeten doen. En ik ondersteun zijn vraag en ik geleid zijn vraag door naar de regering om zeker aandacht hieraan te schenken. Om gelijk ik bij mijn bijdrage heb gevraagd voor een betere organisatie, dat men zeker kijkt naar een betere organisatie rondom dit vraagstuk, voorzitter. Sampi zegt verder dat er veel werk aan de winkel is en vroeg de regering dringend in te spelen op het vraagstuk, zodat zaken beter vlotten rond de uitgifte. Eerder heeft minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer verzekerd dat er gewerkt zou worden aan het verbeteren van het gronduitgifteproces. Sampi zegt dat er veel zaken zijn die bemoeilijken dat er schot in de zaak komt. Echter gaf hij niet aan wat die zaken precies zijn.